gaan. En mogen we als het kinderen aangeraakt worden. In zijn naam. En zij brachten de kinderen tot hem. Opdat hij ze zou aanraken. Doch de discipelen bestraften hen. Jezus wil graag tot de kinderen praten. Jezus wil graag bij de kinderen ook zijn, niet alleen maar de volwassenen. En wanneer we weten dat Jezus de kinderen graag ziet, en wij weten dat wij die in Jezus geloven, kinderen Gods zijn. We understand and we believe that because we believe in Jesus, we have faith in the things of God. The Bible is saying, because of that, we have the power to be child of God, children of God. Kunnen wij ook kinderen van God zijn? Maar wanneer we dat begrijpen, dan zien wij dat wij een Vader in de hemel hebben die van zijn kinderen houdt. Maar wanneer we zien dat we een Vader hebben in de hemel die van zijn kinderen houdt, waarom zouden wij niet ook van onze kinderen moeten houden? Amen. Maar Jezus zegt, laat de kinderen daarom tot mij komen, opdat ik hen aanraak. Jesus wants to touch the children. And when we think about touching, normally we will think about his hand is coming and he will touch you. But we must learn that Jesus is the Spirit. And because Jesus is the Spirit, we also must know and think about the spiritual realm. Whenever I read that Jesus the kinderen will aanraken, dan moeten we weten dat er in de hemelen verschillende dimensies zijn. Different dimensions, realms. Omdat alles wat in de wereld gebeurt, beïnvloed wordt door dingen die in de geestelijke wereld plaatsvinden. Geestelijke wereld dingen gebeuren. Omgekeerd. Wanneer we zeggen, we binden bepaalde dingen in de hemel, geestelijk, spiritually, we bind certain things that will happen on us in earth. And when we open doors to God in heaven, then we get open doors here on earth where we are living. Dus het gaat samen. We moeten dat weten en begrijpen. Als je dat niet begrijpt, dan ga je dingen zoeken die je niet zult vinden. Als je niet begrijpt dat de geestelijke wereld ons leven beïnvloedt, dan word je ziek, maar je weet niet waarom je ziek wordt. Omdat bepaalde dingen zo zijn dat het in de geestelijke sfeer begint en dan komt het hier bij jou op aarde. En dan ga je zoeken en proberen oplossingen te vinden, maar je weet het niet omdat je onwetend bent. En onwetende mensen, mensen die God niet kennen of mensen die God niet begrijpen en het woord niet naleven, krijgen dan problemen. Maar hij zegt, kinderen, jongens, meisjes, jeugdigen, let goed op. Jezus zegt, ik wil jullie aanraken, maar zijn discipelen,
dachten op dat moment toen was Johannes nog jong met Christus. Ze begrepen ook nog niet alles. Sommigen van jullie begrijpen ook nog niet alles. Sommigen van jullie zijn nieuw gekomen in de gemeente, begrijpen ook niet alles. Theo komt pas in het kind in jullie, begrijp alles aan niet direct. Het neemt tijd om te leren en je moet willen leren ook. Je moet studeren ook. Je moet leren ook. Je moet naar goede video's kijken. Dan ga je leren en dan ga je vooruit gaan. En de apostel heeft geen tijd om iedereen persoonlijk thuis te leren gaan. Nooit Jezus storen. En ik praat tot de volwassen kinderen, maar ook tot de jeugd, onze jongeren, die dat net ook gedaan hebben. En zo zijn er ook ouders die hun kinderen thuis komen. Nee, je gaat dag, nee, je gaat het niet storen, nee, je trekt de vinger, nee, je bent dit, nee, je bent dat, nee, je bent te klein. Kinderen zijn niet te klein voor Jezus. Hebben jullie begrepen, ouders? Wanneer je kinderen opvoedt vanaf het begin om Jezus te kennen, zullen ze, wanneer ze ouder worden, Jezus ook niet kennen. En wanneer het gebeurt, zodra de kinderen tieners beginnen te worden, 12, 13, misschien bij 11 jaar al, 14 jaar, dan willen ze niet meer naar de kerk komen. Omdat ze denken dat ze Jezus nodig hebben. Maar weet je wat er komt? De ouders hebben de kinderen niet de opvoeding gegeven dat zij bij Jezus moeten komen, want hij wil ze aanraken. En als Jezus de kinderen aanraakt, dan raken de kinderen gezegend. Maar als je die kinderen weer hoort van Jezus, hoe gaan die kinderen dan gezegend worden? Kijk, als je van één kind drinkt, moet dat kind onder uw gezag zijn. Ik herhaal het. As long as the child is living by your sweat and money and endeavor to keep them well, they are under your authority. Er is geen enkel kind in die kinderse details die zijn ouders mag zeggen, ik doe wat ik wil, zolang ze van jou eten. En je is een onderdak geven en je is een kleren geven. Ik wil tot de kinderen praten die het al begrijpen, maar die denken groot te worden en denken dat ze kunnen doen wat zij willen. Wanneer je 18 jaar bent geworden, ongeveer, maar je bent nog onder het gezag van je ouders, dan moet je naar je ouders luisteren. Omdat wanneer het verkeerd met je gaat, kinderen, dan zijn de ouders die eronder lijden. Amen. En jij ook. Want wanneer het slecht met je gaat, is het bijna geen hoop meer. Dus Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen, maar zij moeten naar mij luisteren. En ze moeten onderwezen worden. En in de vele kerken in de wereld komen kinderen, wanneer ze baby zijn, en zodra ze 13, 14 jaar worden en ouder, en ze gaan naar de middelbare school, noemen we high school of something like that, dan zeggen ze, ga niet meer naar de kerk. En wat ga je dan? Waar ga je dan als je niet meer bij Jezus gaat? Answer my question. If you don't go to Jesus, make a choice to be with Jesus, live your life with Jesus, walking and speaking according to Jesus, having a spiritual life with Jesus. If you don't want to do that, what is the other side? Wat is de andere kant? Wat is de andere kant? We call it the world is not the world, it's the kingdom of Satan.
The kingdom of God or the kingdom of Satan. Both are in what you call the spiritual realms. In de geestelijke gewesten waar er strijd geleverd wordt. Het wordt elke dag strijd geleverd in de geestelijke gewesten. Hier ook. Denk je dat alleen maar hier goede geesten kunnen zijn? Want dat denkt de vader die zitten, dat er hier alleen maar goede geesten zijn of buiten. De demonen zijn overal aanwezig om het werk van Satan in jouw leven te doen. Dus als je dat niet begrijpt, dan ga je dingen doen en Satan zegt, hij of zij is van mij. Maar we gaan verder. Want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Jesus rebuked the disciples, saying, let the children come to me, because the kingdom of God is built for them. En ik zei het daarnet, ook wij zijn kinderen van God. Maar er zijn mensen thuis bij ons die niet willen dat wij naar Jezus komen, toch? Misschien heeft iedereen daar geen last van. Maar sommige familie zit er misschien in de kerk, maar iemand in huis zegt, ga je alweer naar Jezus? Of ga je dat doen? Wasting time. What are you going to do? Church? Going to Jesus? Your own family member, maybe your husband, maybe your wife, maybe your children, talking to you. What are you going to do then? There. What are you going to do? But Jesus said, niemand verhindert God under of naar God te doen. Niemand. Want ik wil hem ook aanraken. Ik wil zijn die thuis zijn en die mogen komen ook aanraken. En we doen ons best om hier aanwezig te zijn. Ik wil zelf daarom een applaus. Ja. We zingen dat lied, Breaking the Chain, Breaking the Chain. Omdat we niet verslaafd willen zijn door de dingen van Satan en de wereld. Maar we kiezen ervoor bij Jezus te zijn. En laten we dus dit voorbeeld van de kinderen meenemen. Wat Jezus bedoelt om de kinderen te ontvangen. En ieder kind moet naar God komen, zodat ze openhartig tegenover God kunnen staan. Je weet, mijn gewoonte is dat wanneer die baby's komen, waar zijn baby's? Ik zie geen baby's. Ik kan niet meer dansen met baby's. Ik heb zoveel jaren gedanst met baby's. Maar die baby's zitten hier. Kijk die baby's, kijk ze allemaal daar. Ik heb ze allemaal gehouden. Moeder Graskamp, de tien kwam die kind nog mee. Dat ik nog niet wil zeggen, of misschien nooit zal zeggen. Dan zijn je nieuwsgierig. Maar kinderen zijn nieuwsgierig. En wat moet je doen als kinderen nieuwsgierig zijn? Children want to know more and more and more. En we say in Dutch nieuwsgierig, I don't know the English word for nieuwsgierig. But they want to know more. They searching for things. When they have a phone, they searching for things. And they learn more than us. The older ones. Kinderen leren veel meer en veel sneller. Waarom? Ze zijn nieuwsgierig. En Jezus zegt, kijk naar de kinderen. Kijk goed naar de kinderen. En pas het toe in jouw geestelijke vooruitgang. Je moet nieuwsgierig zijn om te weten wat de leerstellingen van God zijn. Hoe je moet leven. We must try to learn easier and faster by studying the Bible and to know the things of God, the doctrines of God, the laws of God. We moeten de wetten, de doctrines, de liefregels leren, dan zijn wij als de kinderen. En kinderen zijn ook verwonderd.
as a carnivore root, as a carnivore root, you to fall in the lollipop here. But I can a lollipop to force a very lollipop. Dan raken de kinderen verwonderd dat er zoiets kan gebeuren. Children are wondering when things given to them as a surprise, as a gift. Because they are open. Maar wanneer wij wonderen zien gebeuren in de gemeente, zeggen sommige van ons, ah, een klein wonder. Ach, is het echt een wonder? Ach, kan het misschien echt gebeurd zijn? Maar kinderen zijn nieuwsgierig en ze verwonderen zich over bepaalde dingen. Dat ze misschien de eerste stap maken. Ik zag laatst een paar baby's pas, gewoon pas te lopen. En dan is het muziek. En dan maken ze dit. Ze veren en hey, wat gebeurt er? Ik sta. En ze dansen. Maar wij oudere mensen horen muziek en we zijn stijf. We moeten als kinderen zijn. Zij verwonderen zich. En ze willen dingen zien. En ze zijn blij wanneer ze ontvangen worden. En mogen onze kinderen gezegend worden in zijn naam. En mogen onze kinderen succesvol zijn. In zijn naam. En mogen onze kinderen groot zijn. In zijn naam. En mogen onze kinderen dit land overnemen.